Dit moet iedereen weten. Oké. Dat valt misschien. Hi. Je weet toch al een bed op Cube Cleft? Nu wel. Ja, wel de hond. Dat is niet voor de kip of nee. Ik zal een keer in de beschrijving zetten, oké? Ik ga de skybox opnemen. Kak. Dames, zoals jullie zien, ik begin mijn bed op CubeCraft. Yes, eindelijk wordt het tijd. Ik hoop dat ik geen lag heb. Ik zag dat ik net een foute instelling in OBS. In mijn zicht heb ik geen lag. Ik hoop dat... Ah, nee, overpa... Oké. Nee! Wat? Wacht! Hè? Wie? Wacht. No way! Fly killer. Hi. What the fuck? Nee, niet nu al. Nee. Oh my god. Ja! Godverdomme. Thank you.
Dat sloeg ook alweer nergens op. Een hacker, nice. Vandaag ga ik jullie laten zien wat de updates zijn in de Minecraft 1.11 op CubeCraft. Echt super vet. Ik laat het zien. Kijk, het zwaard. Het zwaard is geenchant en dat zie je ook in de inventory. Niet als je op E klikt, maar wel als je op je beeld kijkt. Dus ook met andere voorwerpen die zeggen geenchant, dat zie ik nu ook pas. Fucking chill, fucking vet. Oh my god. Maar ik kan er nog steeds. Ik kan er steeds slechter tegen. Ik ben geband voor Flying Hacks. Nou, why? I don't know. Maar ik was dus geband voor Flying Hacks. Ik gebruik het niet eens. Waarom zou ik? Zie je, deze is op. Klik. Jammer. No! Gemeen! Gemeen. Nee. No! Pijlen! Auw. Ik heb nu pijlen gekregen, toch? Ja. Kijk. Kok! 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 We zitten op de map Candy. Ze zeggen wel op CubeCraft dat er nieuwe mappen zijn, maar het zijn gewoon de oude mappen, maar dan met een upgrade. Dus de meeste. Dries is toch wel hetzelfde? Dat vind ik wel chill. In ieder geval, we gaan gewoon verder. Sorry dat ik net stil was, maar ja, daar zou ik wel een versnelling in gegooid hebben. En elke keer wanneer je een schreeuw hoorde, dan heb ik daar wel een lekker zin. Wat? Wat? Hè? Hè? Wow. Ja. Oh, het is nu helemaal rood. Mito. No. Ik ga hem eventjes reporten. Wat een achterlijke gladiool. Mito! God. Ik vind het wel raar. Mijn hele beeldscherm is nu rood. Zou dat bij die update zitten? Want dat zit er wel in. Nou, het zou niet aan liggen, toch? Ik word geraakt en opeens wordt het rood. Ik schrik me de pleurs. Ik denk dat toch wat gebeurt, want het staat ook op mijn recording. Dus ligt niet. Maar mijn hele beeldscherm is niet rood, behalve Minecraft. Oh nee, dit speelt zo kut. Dat zie ik nu al. Fuck, mate. Why is my screen red?
is zo groot. Ik vraag het toch maar even, maar misschien is het wel de nieuwe update. Dan vraag ik het ook even, maar het is zo vaag. Het ziet er ook weer gelukkig leuk uit, maar... Moet ik in water springen of zo? Of, I don't know. Ik sta nog steeds van dat het rood is, maar dat zal wel weer aan mij liggen. Oh, ik voel er nu een beetje wel geïrriteerd aan. Wacht, heb ik het ook als ik naar een andere game toe ga? We gaan naar Eggwars. Even kijken dat het gewoon bij alles is. Als dat ik even kijk dat het werkt als ik CubeCraft opnieuw. Kijk, ik ga CubeCraft even opnieuw opstarten. Hopelijk dat. What you say? Oh, that you only meant well. Cause you did. What you say? Hallo? Dus dit is Savannah, ik edit dit echt niet, mensen. Als jullie denken van, oh, Reaper, je edit. Nee, dat zou ook op Camboat zijn, want ik neem het op namelijk via OBS. Dit is raar, echt. Ik heb het nog nooit meegemaakt, nee. Het zal wel, misschien komt het omdat ik zo vaak heb verloren of zo, I don't know. Maar, als het een update is, moeten ze hem gelijk gaan veranderen, want het is best wel kut. Het is niet echt altijd chill, want nu ben ik een beetje wakker, nu kom ik nog wel een beetje op gang. Ik was al een tijdje wakker, maar ik bedoel meer. De personen verdwijnen ook, dat is zo klote dan. Wat heeft hij niet aangedaan ofzo? Nope, daar denk ik weinig mensen aan. Oké, het is dus ook op andere servers. What the fuck? No way. Maar ik heb niks fout gedaan, daar ben ik nu al. Echt serieus. Precies. Ligt het aan Super Secret? Raar. Oh nee, hier ligt niet aan. Fuck, nee, kak. Ik zeg, ik heb helemaal een kop op deze trots.
Ik ga even van micro wisselen, een momentje. Raar. Ik heb hem gefixt. Duurde even. Maar ja, we gaan even naar het laatste potje de Skywars. Ik heb hier echt te lang aan gekloot. Dus ja, nu gaan jullie zich zo afvragen van Iva, wat was het nou? Ik weet het zelf ook nog niet eens. Ik weet niet eens wat het was. Ik weet niet eens wat het de bedoeling was. Was het wel een update of was het gewoon buggy? Ik denk dat het bug was hoor. Of super secret. Maar ik zat te klauten met super secret. En ik zat nog af en aan te denken om een video nog daarover te maken. Wat ik ook ga doen. Maar ja. Ik schrok er wel even van. Dat moet ik wel even doorgeven. Dat is een free kill. Je bent toch steeds schil, of je hebt gewoon te veel lek. Oké, ik ga het niet eens overleven hier, dat zie ik nu al. Ik wil niet zeggen, die gozer is dood, ik ga maar eens naar dat. Komt die aanboeken? Ah, schoenen! Ah. Moet je nog een kogel? Oh ja, mensen, over de prison gesproken. Binnenkort gaan wij opnames doen voor de prison. Ha. En het laatste schot is 8. Want ik ben een debiel. Oké, we gaan nog eentje doen. Welke het gefixt heb. Nou, zoals ik zei, prison opnames gaan we weer even doen. Ik hoop dat we eigenlijk vrijdag. Ja, dat gaat goed. Ja. De allereerste prison online kunnen weer zetten van seizoen 2. Want ja, we gaan. Nou. Misschien niet het storyline gedoe, nog niet. Want we hebben de prison hebben we nog niet eens gebouwd. Maar dat komt eraan. Maar dat wil ik graag mee, dat ik gewoon alleen jullie laten zien. Dus ja. En ik ga ook wat vragen aan de spelers. Dat ze ook gewoon mee willen doen, zoals Andy en zo en Rainbow Slime zeker weten en Creepy Gamer. Gewoon echt en misschien ook Klop. Die wil ik graag wel heel graag weer terug. Ik was niet even aardig voor hem in de prison, maar ik denk dat als we de prison weer gaan doen, dan denk ik dat ik een beetje risky ga spelen. Waarom? Nou, ik mag de prison niet zien. Tegelijkertijd ga ik hem wel zien. Maar ik mag niet bijvoorbeeld concussies trekken van. Oké, ik mag dus niet hier doorheen ontstappen, want dat is toch niet bekend. In het bouwen wel, in de hoppleit zichzelf nog niet. Dat moet ik nog ontdekken. Maar ik ga even naar grote scherm. Oké, mensen, zoals jullie zien nog zwart beeld, zometeen niet meer. Ik schrik me de pleuris. Ik laat jullie zo meteen even zien. Ik hoop dat het er nog staat. Ik
voel me er best wel kut bij. Want, I don't know, ik heb nog niks fout gedaan. Ik ben nog niet eens op CubeCraft lang geweest. Ik ben, na ik de opnames heb gedaan, opnames komt morgen online, ben ik weggegaan van de server. Ik heb Minecraft niet meer aangeraakt, ben ik op de PS3 geweest. En dan kreeg ik permanent banning. Geloof je het niet? Ik hoop dat het er nog staat, anders ben ik gewoon echt fucking pretty fucked. Oké. Connected to login. Login. Boom. Permanent banning. You have banned from CubeCraft 4. Your Minecraft account is compromised. Please reset your password. You can't enable this ban at Apple. They're using this code. What the fuck? Ik ben niet eens eventjes. Ik ben niet eventjes op Minecraft geweest. Permanent banning omdat your Minecraft account is compromised. Please reset your password. Waarom? Hè? Slaat nergens op. Gisteravond om 7 ben ik geunbanned en er wordt permanent banning. The fuck. Bedankt voor het kijken. Ik kan hier echt slecht tegen. Sorry mensen. Permanent banning. Voor geen reden. Kom op. Pak een betere reden. Permanent. Kijk. Ik maak. Doe even dit. Dan kan ik thumbnail maken. Ik kan me blij maken. Om hem nu geunbanned te krijgen, Cube. Maar het staat gewoon nergens op. Ik heb niks fout gedaan. Nog niks. Tenminste, de hele tijd niks.